De behandeling van CRPS met topicale crèmes. Goedemiddag, David. Jij bent hier bij ons terechtgekomen in het Instituut voor Neuropathische Pijn 19 mei 2010. Klopt. En met welke klachten? Klachten van pijn. Pijn die inmiddels al een jaar sinds 2008, januari 2008, opspeelde. En die maar niet minder werden. En wat was de diagnose? Wat heeft de neuroloog gediagnosticeerd? De diagnose is CRPS vorm nummer 1. En hoe is dat ontstaan? Ontstaan naar alle waarschijnlijkheid door een val in november het jaar daarvoor, dus in november 2007. En hoe is toen de pijn ontwikkeld? De pijn is ontwikkeld in januari 2008, dat ik in de ochtend wakker werd met heftige pijn in onderbeen en enkelgebied. Uh-huh. En dat van kwaad tot erger werd. De pijn nam een dusdanige mate toe dat het niet houdbaar was en, en leek alleen maar steeds meerdere pijnvormen aan te nemen en heftige pijnvormen aan te nemen. En, ja. En hoe voelde de pijn aan? Wat voor kwaliteiten? De pijn was dat het leek of dat er continu met scherpe voorwerpen in mijn been werd gestoken maar niet echt door kon steken. Dus continu pijnprikkels, pijnscheuten. Mm-hmm. En toen heb je medicatie gekregen? Ja. Gabapentin? Gabapentine heb ik gekregen. Er zijn verschillende methodes die ze hebben toegepast. Maar geen enkele kon daar het resultaat geven die me eigenlijk verwachtte. Je had ook een hoge dosering, de gabapentine, 3600 milligram. Deed dat iets op de pijn? En zover deed het voor de pijn deed het niets, maar het had voor mij zoveel bijwerkingen dat ik op een gegeven moment het voorstel naar de arts heb gedaan om weer af te bouwen tot nul. Oké. Ik zag ook dat Lyrica niks deed. Nee. Tramadol? Tramadol ook, nee. Deed ook niks? Nee. Zelfs, het werd op een gegeven moment zo erg dat ik met een spoed naar het ziekenhuis ben geweest, omdat ze dachten dat ik een blinde darmontsteking had. Mm-hmm. Dat bleek achteraf de medicatie die had toegeslagen op het ingewanden, zeg maar. Dus een te hoge dosering? Een te hoge dosering, ja, voor datgene wat eigenlijk zou kunnen. Ja, en dat had geen effect op de pijn? Op dat moment absoluut niet, nee. Toen kwam je in mei dit jaar, 2010, bij ons. En we hebben toen een aantal crèmes voorgeschreven. Ja. Amitriptyline, 5%. Ja. En wat deed dat op de pijn? Je voelde dat de pijn eigenlijk aan het verzachten ging. Als je score mag aanhouden, wat we eigenlijk van begin af aan hebben bekeken. Toen je binnenkamer zat op een score van 8, 9, pieken naar 10 toe. En je zag na verloop van tijd de piek steeds minder worden. Dus van 8, 9 naar 6, 7. En zo zag je steeds verder afbouwen. Toen heb ik je erbij voorgeschreven ketamine, 10%. Ja. Wat deed dat nog? Ik had nog meer het idee dat de werking nog beter op elkaar inwerkte, waardoor de pijnklachten steeds minder leken te worden. Ja. En als derde zalf DMSO, 50%. Ja. En die combinatie van die drie zalven? Ja, gaat goed. Ja? Ja, dit is tot nu toe voor mij de uitwerking dat ik nu eigenlijk zo goed als pijnloos verder kan. In ons instituut behandelen ernstige neuropathische pijnen die moeilijk te behandelen zijn met andere middelen, vaak met lokale crèmes, zoals amitriptyline en ketaminecrème. Dit heeft vaak, zoals bij deze patiënt ook het geval was, een erg goed resultaat. Een patiëntendemonstratie uit Soest.